Goedemiddag, 12 december. Ik sta hier bij het kruispunt van McDonald's in Sanur. Dat is jullie wel bekend. Kijk, daar heb je McDonald's. Hier heb je vroeger Six Point. En hier ga je Sanur in. Ik ga weer een filmpje maken van Sanur om jullie te laten zien hoe het vandaag de dag, hoe het vandaag de dag erbij ligt. En ik rijd vanaf dit punt weer richting de andere kant om mijn ranja te halen, wat ik zaterdags vaak doe met mijn vrienden. maar voordat ik dat doe, voordat ik aan deze rit begin door Sanur en jullie een beetje mee laat genieten, wil ik een oproep doen. Een oproep voor de weeskinderen die wij supporten bij ons in Karangasem in Amlapura, waar Gerco trouwens de grote kartrekker van is. Ik verzoek jullie, vooral in deze moeilijke tijd, het is gewoon een fucking moeilijke tijd. We moeten bijna van janken. Om een een kleine donatie richting Gerco, een tikkie, bij jullie heet dat een tikkie, ik heb het ook pas ontdekt, hartstikke handig, een tikkie richting Gerco voor de weeskinderen bij ons in Amlapura. Hartelijk dank. Nou, ik neem jullie nu mee. Zo. Goed, dan rijden we hier Sanur in. De camera zit op het dashboard. Nou, allemaal bekend. Komen we weer bij Warung Blanda. Iets verderop. Kun je linksaf naar de Oranje Bar. Hier heb je Warung Blanda. Het is nu wat drukker dan anders, zie ik. Maar heel veel leegstand. Bijna alles is leeg. Je tikka is dus zelfs gesloten. En hier. Hier ga je richting de Oranje Bar. Goed. Ik hou deze camera maar in de hand. Dat is net zo makkelijk. Dan kan ik een beetje naar links en rechts. Nou, hier ga je rechts naar de Sindhu-markt. Pasa Sindhu. Kijk, Sanur is zo goed als leeg. Hier zijn ze nog steeds aan het bouwen. Er is een nieuwe mall. Seven Wonders. Bij de Bumiayu. Ik
drukker dan anders, maar alleen op de weg. Alle zaakjes zijn dicht, allemaal gesloten. Het is echt triest, heel triest. Casablanca. De oude Hardys, Arta Sedana, heet dat nu, Arta Sedana, Arta, dat is trouwens, ja, Arta, dat is Balinees, dat betekent geld. Ja, ja, Arta, dat is geld. In het Balinees dan, hè. Maar ik weet niet of die... Arta Sedana iets met geld te maken heeft. Maar schoot me even te binnen. Maya Hotel. Ja, hier komen we weer in de buurt van Hyatt. Taxis, die heb ik lang niet meer gezien. Maar dat komt omdat het domestic toerisme is wel geopend. Want vanaf Java en zo, daar komen nogal wat toeristen. Maar alleen internationaal, ja, volgens de berichten zou dat in januari moeten beginnen. Maar ja, dat zijn weer berichten voor de zoveelste keer. En voor heel veel mensen is het ook weer heel moeilijk om terug te komen, omdat ze in quarantaine moeten. Vooral Australiërs, die moeten 2 weken in quarantaine. En zelfs 3 weken geloof ik. En dan moeten ze de kosten ook nog zelf betalen in een, voor dat aangewezen hotel door de overheid. Ja, het is niet te doen. Het is niet te doen. Goed. Massimo, hier hebben we Massimo weer. Lekkere ijs en pizza's. En hier zijn we bij de Olifant, de bekende rotonde. In Sanur. Zo. Dano Pussy, Jalan Dana Pussy noemen we dat altijd. Dan Onbar. Die is ook niet zo goed te pas. En hier hebben we de Warung Java.
En hier zijn we bij de Snack Shack, waar ik altijd mijn ranja koop. Zo, mooi op tijd. Vroeger dan anders. Helemaal leeg nog. Nou, ik hoop dat vanavond nog wel een paar mensen komen. Goed. Alsjeblieft een tikkie. Richting het wees, richting Gerkel voor het weeshuis in Karangasem. Ik dank jullie. Doei.